Michiel, wat zijn je belangrijkste kritiekpunten op de Partij van de Arbeid? Het idealisme lijkt een beetje uit de partij te zijn. Mensen hebben eigenlijk geen idee meer waar de PvdA nou echt voor staat. We lijken veel te weinig te knokken voor onze standpunten. En daardoor verliezen we ook een beetje onze geloofwaardigheid. En ik hoop dat het congres daar wat aan doet. Nou, ik heb me helemaal kapot bevlogen in mijn laatste speech. En ik heb één onderwerp waar heel veel verwarring over is, heb ik eruit gericht. Integratie. En volgens mij een heel heldere lijn neergelegd over hoe de Partij van de Arbeid daarmee bezig moet zijn. En denk je ook dat dat in de praktijk ook gaat werken? Ik ga me er zelf mee bezighouden om te zorgen dat het werkt. Dat heb ik ook gezegd. Ik weet dat een boel mensen vinden dat ik me als partijleider niet alleen met financiën bezig kan houden. Af en toe ook met andere dingen. Dat is gewoon ontzaggelijk moeilijk. Omdat je dan op het gebied komt van collega's. En je spreekt altijd als minister namens het hele kabinet. Dus om dan ook nog een rol als partijleider te hebben is gewoon moeilijk. Maar ik denk dat ik vandaag aan helderheid niets te wensen over heb gelaten. Dit vraagstuk is voor de partij zo belangrijk. De keuzes zijn hier zo moeilijk. De verwarring is helaas soms ook zo groot. Dat ik me daar zelf mee bezig zal houden. En heel helder zal zijn over waar de partij voor staat. Mariette Hamer eindigde net met de tekst, we beginnen nu pas echt. Wat zou er volgens jou moeten veranderen? We moeten, vind ik, een heldere boodschap naar de burger toe brengen. Nou, we moeten gewoon door met in die gemeente, in de steden, dicht bij de mensen, het stukje beter maken. De Partij van de Arbeid is eigenlijk de enige partij die zowel opkomt voor belangen, bijvoorbeeld van mensen die werken, als vooruitgang probeert te creëren. En die twee dingen, dat beschermen van mensen en het ontwikkelen van mensen, dat vind ik echt van de Partij van de Arbeid. En in een tijd waarin er zoveel in beweging is, zoeken mensen en houvast en dynamiek, want we moeten wel met z'n allen vooruit. Dus hand in hand met de jonge socialisten naar een goede toekomst. Altijd zo geweest, nooit anders geweest.